De grootschalige opknapbeurt van het dorpshart van Steenderen uit het vitale kernenproject is in volle gang. Bronckhorst heeft meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd om te zorgen dat mensen niet meer alleen door het dorp rijden, maar er ook willen verblijven. Waar je veel meer ook kan recreëren, maar waar ook bijvoorbeeld hier op het Marktplein het idee is ook waar kinderen bijvoorbeeld wat speelaangelegenheden krijgen. Waar wat meer ruimte is voor kunst. En waar je echt kunt verblijven. Dat is gewoon heel erg belangrijk om de leefbaarheid in de kern goed te houden. Het project houdt in dat inwoners vanaf het begin van het proces in een werkgroep kunnen meepraten. Hengelo, Vorden en Zelhem volgen hetzelfde traject. Deze plannen zijn van het dorp. Die zijn opgesteld door het dorp. De vitale kernenwerkgroep heeft daar heel veel tijd ook in gestopt met een wensenboek die is gemaakt. Daar hebben wij wel aan meegeholpen, maar het is echt vanuit de vitale kernen. Dat wensenboek was zeer ambitieus en de portemonnee van de gemeente niet oneindig. Dus ze zeiden, kies er 3 uit. En dat is hier begonnen. Fase 1 in Steenderen is het aanpassen van de J.F. Oltmanstraat en enkele zijstraten. Dit werk is naar verwachting in april afgerond. Dat begint in het najaar, de aanpak van het Marktplein, waar we nu echt staan. Om vervolgens, maar dat is een wens vanuit de vitale kernenwerkgroep, om nog een derde fase te gaan doen. Maar daarvoor moeten we nog richting de raad en moeten de plannen echt nog verder uitgewerkt worden. Het derde plan is de andere doorgangsweg van Steenderen naar Toldijk. En die zouden we ook graag een facelift geven. Zowel wethouder Gosselink als de lokale werkgroep Vitale Kernen hebben vertrouwen in een leefbaar toekomst in Steenderen. Naast de ontwikkeling van het Marktplein zien we ook dat café Hezen nu op dit moment opgeknapt wordt. En er komt een nieuwe uitbaten op. En hopen we dat dat heel mooi samenvalt, ook met een mooi terras. Wat voor Steenderen denk ik heel wat kan brengen. En wat moet uiteindelijk die plannen Steenderen gaan opleveren volgens jullie? Een dorp waar je heel fijn en heel graag wilt wonen.